De ronde van dat kampioenschap werd vorige week aan de Vrede in Polen. De 52e editie van de rally Rajd Polski. 110 deelnemers aan de start voor 19 klassementsproffen. En u kunt zien, de rallysport is populair in Polen. Het evenement wordt vrijwel volledig op asfalt verreden. Een evenement waar de snelheden op de klassementsproeven enorm hoog liggen. De eerste twee proeven werden verreden rondom start- en finishplaats Wroclaw. Het Europees kampioenschap rallies, waar vroeger veel bel gereden. Dit jaar is het een gevecht tussen de Italiaan Enrico Bertone en deze Kurt Kuttlicher. De Oostenrijker met de ex-fabrieks Ford Escort Cosworth. Daarnaast rijden ook een aantal Nederlanders dit jaar incidenteel in het Europees kampioenschap. Zoals Bert de Jong, vorig jaar tweede in het internationaal Nederlands kampioenschap. Met de Ford Escort Cosworth ingezet door Ford Nederland. Waarmee zij vorig jaar knap vierde werden hier in Polen. Maar de concurrentie is sterk. Zoals de plaatselijke favoriet Bolowicz. Die is gestart met een ex-fabrieks Toyota Celica. De proeven in het voordeel van de vierwiel aangedreven auto's. De groep A-auto's, zoals die Toyota Celica. Van de Pol Bolowicz, die in de openingsfase op een knappe tweede plaats ligt. De eerste dag van de rally van Polen werden er 10 klassementsproeven afgelegd. En u kunt zien dat de snelheden tijdens de eerste dag enorm hoog lagen. Bert de Jong kan het tempo van de Poolse favorieten goed volgen. De Polen die veelal met fabrieksauto's hier aan de start staan. Terwijl Bert de Jong en navigator Ton Hille in een zelfgeprepareerde Ford Escort rijden. Een auto die is opgebouwd door Frans Verbaas. Halverwege die eerste dag verandert het weer in Polen. Het is hard gaan regenen. En een juiste bandenkeuze is nu heel erg belangrijk. Het Europees kampioenschap bestaat uit 9 rallies. En het bekendste evenement op de kalender wordt volgende week verreden. Dicht bij huis in Ypres in België, de 24 uren van Ypres. Met een aantal WK-rijders aan de start. En 2 Nederlanders, François Koppal en Eddy van der Hoorn. Terug in Polen met Bert de Jong en Ton Hille. Die erg goed gaan in de regen en doorschuiven naar een derde plaats. Is Bert de Jong tevreden? We doen ons best. We hebben denk ik een seconde of 30 voorsprong op de Poolse kampioen Priblisky. En ja, het gaat om de seconde. De ene proef is hij een paar seconden sneller en de andere proef zijn wij een paar seconden sneller. Dus het zal er op spannen. De Poolse kampioen Priblisky rijdt met een ex-fabrieks Ford Escort Cosworth. En zet tijdens de laatste dag, er staan er nog 9 klassementsproeven op het programma, de aanval in op de Nederlander Bert de Jong. Die een aantal seizoenen in de middenmoot meereed, maar sinds vorig jaar tot de top van Nederland behoort. Vorig jaar onder andere de Golden Tulip Rally won. 9e werd in het Europees kampioenschap. En 2e in het Nederlands kampioenschap. Achter de Duitser Dieter Depping. De leider vanaf de eerste dag, Enrico Bertone, vergroot zijn voorsprong met de Toyota Celica. Waarmee hij op jacht is naar de Europese rallytitel. Bert de Jong en Ton Hille zullen op een hele knappe derde plaats eindigen in het algemeen klassement. Terwijl de overwinning in de standaardgroep N-klasse naar de Italiaan Bedini gaat. De champagne in de rally van Polen is voor Enrico Bertone. Bert de Jong wordt knap derde en vergroot daarmee zijn voorsprong in het Nederlands kampioenschap. Het was spannend op het einde. De laatste paar proeven kwam Priblisky, of Pribilski, hoe heet die meneer. We hadden zo'n voorsprong van een seconde of 40. En dat hebben we vast kunnen houden tot de laatste proef. Dus toen konden we een beetje van het gas af om geen onnodige risico's te nemen. Dus het is heel erg goed gegaan voor ons. Volgende week ziet u de ELE-rally in race, rally en cross.